We staan nu bij jouw graf. Ja, Jorik de Nar, daar ligt hij. Ja. Hij is dood. Ja, dat narrenpakje had je nog van de televisieopname van De Gelaarste Poes, denk ik. Ja, het is wel een ander pakje. Oh, echt? Ja, hij is iets uitgebreider, het is iets koninklijker. Ik had een beetje een déjà vu, maar gelukkig had jij vele rollen, waarvan de meest opvallende wat je nu aan hebt. Ja, Horatio, de beste vriend van Hamlet. Ja, een serieuze rol. Ja, ja, hij blijft als enige, dat is eigenlijk spoiler alert, hij blijft als enige leven. Maar ja, iedereen kent Hamlet natuurlijk. Ja. En ja, serieus. Na jaren van gekkigheid, James Blond, Karen Carpenter afgelopen zomer, waarvoor Karen. Complimenten natuurlijk. Dankjewel. Zie ik je voor het eerst in een straight rol. Ja, ja, dat is ook wel leuk om te doen. Maar het natuurlijk leuk is de afwisseling in deze voorstelling. Dat je afgaat en snel een andere pruikje op kan en dan ook weer wat gek kan doen. Ja. Dus ik vind dit leuk om te doen, maar als ik dit de hele avond zou moeten doen, dan zou ik denken... Moeite of niet leuk gewoon? Nou, dat zou ik denken, dat wordt saai. Dus ik vind het wel leuk omdat het die afwisseling heeft. Want ik speel ook nog grappige rollen, zoals die Nar en Gouden Ster met een heel grappig pruikje. Ja. En die afwisseling is heel leuk. Ik kom dan serieus, gewoon een beetje als mezelf. Dat is gewoon echt cool. Ja, hoeveelste keer bij Theater Rotterdam is dit? Volgens mij de vijfde keer nu. Ja. 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 Krijg je het een beetje onder de knie inmiddels, hun humor? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we wel redelijk op één lijn liggen. En bij Pieter is dat Pieter Kramer, de regisseur, kan je altijd veel zelf inbrengen. Ook grapjes en zo. En dat vindt Don Duins, de scriptschrijver, ook gewoon goed. Ja. Jezelf het grapjes inbrengt. En dus het is een soort symbiose en het voelt wel lekker. Het voelt echt als thuis nu, ja. 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 Ik heb twijfels over de benaming familievoorstelling. Ja. Ik heb hem twee keer gezien. Ik hoor meer ouders lachen dan kinderen. Don Duins wuift dat weg. Er waren gewoon weinig kinderen vandaag. Maar heb jij kinderen voor ogen bij jouw spel? Het is wel een serieus thema. Ze gaan een hoop mensen dood. Maar wel op een leuke manier. Ja. Dus we pakken het wel een soort feestelijk aan. Je moet het een beetje vergelijken met de Disney Pixar film Coco. Waarin de dood een beetje... speels wordt gebracht en met veel humor en veel lachen. En voor kinderen zit er ook heel veel in. Hamlet heeft een heel lief hondje waar hij heel erg om geeft. Voor kinderen is het ook heel erg leuk. Dus het zaten natuurlijk bij de première zitten altijd veel meer volwassenen. Ja. Maar als we het land in gaan, zitten er echt veel kinderen die er ook van genieten. Ja, dus nou, we hebben genoten. We gaan je in april zien alterneren met jouw broer. Schaap met de vijf poten. Schaap met de vijf poten. Ja. Je was er niet bij de presentatie. Nee, ik kon niet. Ik moest hier zijn. Ja, ja, uiteraard. Ja, dus we gaan de rol delen, Tim en ik. Ja, dus dat verplicht mij weer twee keer te komen. Ja, want ik ga natuurlijk het beste doen. Tim kan helemaal niks. Ja. Sorry, Tim. Ja, sorry. Goed, ik ga, net als vorig jaar, ik ga ook de nieuweling spreken van deze voorstelling. Ik heb het ook vorige keer gevraagd, welke vraag moet ik aan Matthias stellen? Aan Hamlet, aan de hoofdrolspeler. Hoe die het werken met mij? Hoe voelt hij het werken met mij? Want, wat voor antwoord verwacht je? Superleuk. Okay. Wat een fijne collega, wat een warme fijne collega, dat verwacht ik. Ik hoop het terug te zien. Frans, ga je het echt vragen? Ik ga het vragen, ja. Mag je het terugzien. Oké, ik ben benieuwd. Voor nu, geweldig. En ik ga jou in april zien in het schaap met de vijf poten. We zien elkaar weer. Oké, dag.